De gemeente Aalter krijgt op 1 september een circulatieplan. Er zal heel wat veranderen. Ook dit gevaarlijke kruispunt aan de Stationsstraat, Kouter en Weibroekdreef. De voorrangsregels worden aangepast naar hoe het vroeger was. Op een gegeven moment heeft men een proefopstelling gedaan waarbij eigenlijk de Stationsstraat ondergeschikt werd aan twee zijdelingse straten. De Kouter en de Weibroekdreef. We gaan terug naar het oorspronkelijke, de oorspronkelijke tekening waarbij de Stationsstraat opnieuw de hoofdstraat wordt en de voorrangsweg. En ik denk dat dat een goede beslissing is. Ja, wij zijn heel tevreden dat men eindelijk inziet dat dit hier een bijzonder onveilige situatie is. Hè. Op een doorsnee schooldag 3500 auto's die hier passeren, 500 vrachtwagens. Dat toont wel aan dat dit kruispunt bijzonder druk is, ook bijzonder gevaarlijk. Wij zijn heel tevreden dat dit omgekeerd terug de oude situatie wordt en dat men kiest voor eenrichtingsverkeer. Er worden nog verschillende straten heringericht. De Sint-Maria-Aalterstraat bijvoorbeeld wordt deels eenrichtingsverkeer. Wie vanuit de spoorwegtunnel komt, zal vanaf september niet meer kunnen afslaan in de straat. Het hele circulatieplan staat trouwens zo goed als vast. Alleen had Schouwvliegen toch graag nog wat anders gezien. Een groot knelpunt, en dat is eigenlijk in alle dorpskernen in Aalter zo, is het doorgaand vrachtverkeer. En jammer genoeg zien we in dit plan nog te weinig voorstellen die dat vrachtverkeer weren. Daar moet echt ook nog wel een voorstel rond uitgewerkt worden, want dat doorgaand vrachtverkeer dat zorgt ook voor heel veel onveilige situaties, zeker in en rond schoolomgevingen. Het Aalterse circulatieplan staat grotendeels in het teken van fietsers en voetgangers, die zelfs een nieuwe naam krijgen van Pieter de Krem. De term zwakke weggebruiker willen ze hier niet meer horen. Fundamenteel gaan we uit van een rangorde in ons verkeersgebeuren. En we leggen prioriteit niet bij wat men noemt de zwakke weggebruiker, maar wat wij noemen de eerste weggebruiker. En dat zijn de voetgangers en de fietsers. En dan pas komen de auto's en dan pas komen de vrachtwagens. Daarom breiden we de zone 30 beduidend uit, eigenlijk in alle centra. Maar dat is een heel grote uitbreiding. Er komen ook fietsstraten, pal in het centrum. Er komt een fietsstraat in de Kouter, er komt een fietsstraat in de Maria Middelareslaan. Ook nog op andere plaatsen komen die fietsstraten. Dus echt op de eerste plaats de eerste weggebruiker. En pas daarna is het aan Koning Auto. De nu 1200 gratis parkeerplaatsen blijven gratis, maar voor het merendeel van de parkings wordt een rotatiesysteem per 3 uur ingevoerd. Het plan voor het centrum van Aalter is gisteravond toegelicht tijdens een online vergadering. Vanavond is het dan aan Knesselaren en Ursel. Morgen gaat het nog over Bellem, Lotenhulle en Poeken. En daar zullen ook een aantal voorstellen worden gedaan. Bijvoorbeeld ook voor de Kerkstraat in Knesselaren, die ook een andere rijrichting zal krijgen, die volledig gaat erin gericht worden en die ook zal bijdragen tot aangenaam wonen, maar ook vooral winkelen. En daarbij kiezen we ook voor een totaal nieuw parkeerplan op de plaats in Knesselaren.